Maandagochtend woedde er een grote uitslaande brand bij een houtimpregneerbedrijf op het industrieterrein in Druten. Waardoor de brand is ontstaan is nog onbekend. Voor zover de brandweer weet waren er geen mensen in het pand aanwezig toen de brand uitsloeg. De brandweer meldde rond 9 uur 's ochtends dat de brandweer onder controle was. Momenteel is hier sprake van een zeer grote brand op het industrieterrein in Druten. Zoals u kunt zien gaat het om een uitslaande brand. Het zou gaan bij een houtimpregneerbedrijf. En de brandweer is momenteel bezig om in te zetten op de omliggende percelen om te zorgen dat de brand niet over kan slaan. Nou, de rook trekt momenteel richting beneden Leeuwen en wij adviseren mensen als ze last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Daarnaast kunnen zij de berichtgeving volgen op Crisis GLZ via Twitter en via Facebook. Ik denk dat wij de komende uren nog wel even druk bezig zullen zijn, maar een precieze inschatting kan ik niet maken.